Oma Brit leest voor Verhalen van Ot en Sien, geschreven door Jan Lichthart en H. Scheepstra en geïllustreerd door C. Jetses. De zak van Ot. Het is avond en Ot moet naar bed. Moeder helpt hem met uitkleden. Eerst gaat de blouse uit, dan de schoenen en dan de broek. Wat is die broek zwaar? Hoe komt dat? Vraagt moeder. Van de zak, zegt Ot. Moeder gaat eens in de zak van Ots broek voelen en ze haalt er een platte steen uit en dan een ronde. Wat wil je daarmee doen? Ze zijn zo mooi, zegt Ot. Die ene is zo mooi plat en die andere zo mooi rond. Maar er zit nog meer in de zak. Daar heeft moeder een knikker en dan komt er een kurk en een stukje blauw glas. Daar kun je doorheen kijken, zegt Ot, en dan is alles blauw. Kijk maar. Hij houdt het stuk glas voor zijn oog. Nu hebt u een blauwe neus, moeder, en ook een blauwe mond. Moeder legt alles wat ze in de zak vindt op tafel. Maar daar zit nog iets in, iets zacht en week aanvoelt. Wat kan dat zijn? Ze haalt het eruit. Bah, een muis, roept ze. En met een vies gezicht gooit ze de dode muis op de grond. Hoe kom je daar aan en wat wil je daarmee doen? Moeder kijkt zo gek dat vader en Trui erom moeten lachen. Hoe kom je daar nou toch aan? En wat wil je ermee doen? Moeder kijkt zo gek dat vader en Trui erom moeten lachen. Ja, vader en Trui lachen, maar Ot niet. Die klimt gauw van de stoel af en pakt het muisje op. Hij vindt het muisje helemaal niet vies. Nee hoor, het is zo'n lief diertje. Ik wil het graag houden, moeder. En hij stopt de muis weer in zijn zak. Ja, maar dat mag niet van moeder. Zo'n vies dier, zo'n muis in je zak. Gooi gauw weg. Vader lacht maar om moeder. En Ot vraagt het nog weer eens. Toe, moeder, mag het? Nee, moeder vindt het niet goed. Hoe kom je daaraan? Van de poes, zegt Ot. Die liep ermee op het grasveld. En soms liet ze hem los en dan pakte ze hem weer. En ze bromde zo. En toen heb ik de muis gepakt. Dan krijgt poes hem nu terug, zegt moeder. Poes, poes. Daar is poes al. Maar Ot houdt de muis nog vast. Hij zou hem graag weer in de zak stoppen. Hij heeft ook oren, moeder, en een hele lange staart. Ja, geef hem maar gauw aan de poes, zegt moeder. En dan doet Ot het. Hij houdt poes de muis voor en die slaat haar poten er tegenaan. Ze pakt hem beet en loopt ermee weg.